Een hele goede morgen. Het is zondag en welkom bij een nieuwe vlog. Het is 10:50, we zijn lekker laat. Even alle drukte nog in en dan de laatste dag van het jaar vieren, mensen. Bizar, bizar. Dus, zijn we wat op de planning? Ik wil nog even wat dingen voor de site doen. Ik wil mijn layout nog even veranderen. Dat is nog een kerststemming. Nou, ik heb geen kerstbal meer gezien. Dus dat moet ik even aanpassen. Ik weet niet wat Ron en de meiden gaan doen eigenlijk. Ik moet even de vijver afdekken voor het vuurwerk. En dan op naar oud en nieuw. Ja, ik hoop dat ik het een beetje volhoud vanavond. Want het zal misschien wel even gezellig zijn, denk je niet? Dus, maar goed, we gaan nu eerst even boodschapjes doen. Nieuwtje, ik ben een vriendje en Ron en Ros eten pizza en ik moet weer uitgebreid pakketje gaan maken. Het is elke keer wel weer wat. Kom, Rachel, eet een keer makkelijk. Dat is makkelijk eten. Ja, een boterham, ja, dat eet ik niet. Dus, maar goed, genoeg geouwehoerd. Ik ga op mijn kind wachten en dan gaan we tuffen. Op 31 december 2017. Ik vind het altijd zoiets iets magisch hebben. Jullie ook? Ben ik dan weer een emotionele kut of zo? Maar goed. Let's go! En het is inmiddels, weet ik veel hoe laat, 1 of zo, later is. En ik wil mijn nagels knippen, want ze zijn echt fucking lang. En ik kwam er niet veel meer mee. Maar goed, laat maar even zitten. Ik ga even mijn eten voorbereiden. Even een pakketje maken. Dan staat dat in ieder geval klaar. Wat eten jullie met oud en nieuw altijd? Dan vraag ik me wel eens af. Een hoop mensen gaan altijd gourmetten en zo. Maar ja, dat doen we altijd met de kerst. Dus ja. Wat eten jullie met oud en nieuw? Let me know. Dus ik ga het even lekker snijden, hakken en prakken en doen. Dus. Buiten wordt ook weer gezellig gemaakt met een partytent. Gezellig. Lekker. Maar dan? Ik heb hem hier laten lekken. Serieus? Ik heb hem hier laten lekken. Kijk, top. Hoe flik je het nou dan? We hebben kaarsen. Die roze die lekt wel, maar die zwarte die lekken niet. Kijk maar, nu moet je als je... Is kut. Kijk dan. Kijk, het is roken. Het is oud en nieuw in mijn huis. Kijk eens. Hij ging lekker, maar het komt omdat ik dit tegen. Nou, ben benieuwd. En ja, die gaan we drinken vanavond. En ons laatste eten van 2017 bestaat uit een pizza en een bord pasta. Makkelijk. En we gaan snikken. En er zit er ook nog peperzon in de oven, oftewel hete makreel. Schorrimorrie. Thank you.
toch dan? Je maakt geluid voor. Wow! Wat is dat dan? Wauw, man! En we hebben een stapeltje vuur. En ik zit hier veilig. Haha. Nou. Het is pas 7 uur of zo. Super vroeg. Die dingen haat ik zo, die flikkerlichten. Nou, is al afgelopen gelukkig. Ah, die kinderen lopen te roepen, we zitten in de vlog. Ah. Gaan we lachen. Zitten te vloggen, hoe lief is dat? Kleine ukkies. Oh, en ik wil zo graag naar buiten. Het gaat gewoon echt niet. Ik ben als de dood dat er wat voor mijn voet wordt gegooid of wat dan ook. En ik kan niet meer rennen. We staan buiten. We gaan helemaal los op Abba. Take a turn. Pardon? You are my dancing queen. Lekker al een valse kat? Valse kat? Ben ik op geboren op dit nummer, ja? Respect, respect. Oh. Leuk hoor, kinderen. Je zit je live te gaan op Insta, je had je telefoon weer en die krijg je gewoon niet meer terug. Je zit gewoon gezellig met mensen te praten, oké, zeggen ze mensen niks, maar oké. Het is 5:08, oudjaarsavond, olé olé. Wat ben je aan het doen? Nou, ik kom net van buiten. Ze waren tering te vervelend, ik heb honger. We gaan een dropje eten. Nou. We gaan eventjes de vuurpijlen voor mijn moeder afsteken en voor Roons ouders. En ik neem jullie mee. Wauw, dan. Dan gaat de eerste. Welke deze? Life.
tien voor half twaalf. Ik zal nog steeds met mijn nek om. Yo, zo goed ziet je haar eruit. Echt hè? Niet. Dus, ik moet nog even een half uurtje volhouden. Oh, ik heb het touw niet meer. Ik ben een beetje aan. Wat film je mij? Oh. Het gaat nergens over. Dus, het is nog steeds gezellig boel buiten. Ik ga een zak chips leeg vergeten. Zo, ik ben over maar belicht. Nee, je bent altijd overbelicht. Daar moet je toch gelukkig van als je chips vergeten. Ja. Oh, nee. Ik heb ook wel een kogel nog gegeten. Dus ja, we gaan wachten. Nog 2 minuten. Nog 2 minuten. Ik herhaal. Nog 2 minuten. En dan sluit het 2017 af. Nog 1 minuut. Zo, het is maandagavond. Avond. Bij 6:30 of zo. Ik heb niet gevlogd vandaag. Ik heb echt een top auto nieuw gehad. Dat zeker. Alleen vannacht ging het even helemaal fout. En daar heb ik eigenlijk de hele dag nog last van gehad. En nu nog. En daarom heb ik ook niet gevlogd. Dus, ik heb ook niet veel gedaan eigenlijk. Dus verloren dagje, maar ja, goed, maakt niet uit. Morgen ook niet veel te planning. Morgen is er wel een ijshockeywedstrijd, maar ik weet niet of ik ga. Maar even kijken op mijn gevoel morgen. Dus, sorry. Maar ik zie jullie morgen, ja. Doei. Een hele goede morgen. Het is dinsdag. Ja, het is nog ochtend, 11:15 of zo. We zijn wakker. Kind in onesie. Gereinigd kind in onesie. En ik ga het even doen. Yo people. Oké. Vandaag ga ik ga zo weg. Dus ik ga zo afscheid van jullie nemen. Oké, dat klinkt echt zo raar. Maar ik ga afscheid van jullie nemen. Ik ga zo naar een vriendinnetje toe. En ik word bij haar school afgezet. Want zij moest naar school toe omdat ze de paarden en de andere diertjes ging verzorgen en zo. Maar ik ging wel naar haar toe. Dus ik word daar afgezet. En dan gaan we de diertjes verzorgen. En daarna gaan we dan met de paarden lopen. Want nu zijn er andere meiden met de paarden aan het lopen of rijden. Maakt maar niet uit wat ze aan het doen zijn. En daarna gaan wij even lopen met de paarden. En ja, in de avond gaan we naar ijshockey. En dan gaan we met z'n tweeën. Want die ouders gaan ook mee. Dus dat ga ik doen vandaag. Dus ik ga best wel veel doen. We gaan rondlopen met de paarden. Wow. En jij? Meis. Ze is doof. Mam, wat ga jij doen? Ik ga nog even aan het werk. Ze gaat nog aan het werk. Oké, toppie. Nou, dan zien jullie mij dadelijk niet meer, maar haar alleen. Haar. Bye bye. En dan zijn we even. Ik heb jullie maar even in de keuken neergezet. Anders komt er weer niks. Oh, van het vloggen. Druk. Geen zin, pijn, moe, zacht en weinig. Klaag. Ga eerst persiebonen eten. Lekker.
is zo goed bevallen. En mensen waren gewoon echt in shock. Want ze dachten dat ik echt werkelijk altijd alles vers eet. Nou, ik eet ook eigenlijk alles vers. Behalve mijn spersiebonen. Even een bakje bakken. Want die vrat ik dus gewoon uit pot. Nou, nooit meer. Oef. Als je dan vers hebt gegeten, dan moet je echt geen andere shit meer. Dus, ja, alleen het enige nadeel is het schoonmaken. Ja. Bezigheidstherapie noemen we dat. Ziet eruit van het licht. Jezus. Maar goed, dat komt ook. Ik zal je gelijk even bijpraten. Ik ben het nieuwe jaar hartstikke superleuk en gezellig begonnen. Alleen vanaf nieuwjaarsnacht ben ik al aan het crashen. Niet alleen 's nachts, nee, ook overdag. Heb je pijn nu? Ja. En mijn handen verkrampen. Continu. Dus ik loop echt als een of andere debiel. Loop ik alles te doen. Maar goed. Positief blijven. Doorgaan. Doorgaan. Dus, maar goed. Laatste week van de vakantie. Ene kant leuk, andere kant niet leuk. Waarom wel leuk? Nou, leuk is dat ik nog eventjes mijn gezinnetje om me heen heb. Al zijn ze er nooit. Maar gewoon het idee, weet je, dat iedereen een beetje tot rust komt. En aan de andere kant ben ik ook wel blij als dadelijk alles weer back to normal is. Rona's werk, meiden naar school. Mommy home alone. Ja. Het beste is, als iedereen thuis is, kan ik niet concentreren. En komt er ook gewoon geen klote aan mijn klauwen. Niks. Zelfs een blogpost maken. Drama. Echt drama. Dus ja. Maar goed. Nog een weekje. En dan zit het er weer op. Yes. Zijn jullie ook vrij? Vraag me dan af. Zijn jullie gewoon echt weer netjes aan het werk? Lijkt me wel weer lekker gewoon. Dus. Maar goed. Nou, ik vind het niet erg veel bij te praten. Ik heb niet geen lap of wat dan ook. Ik laat even met rust. Ik heb wel aanstaande maandag die botanalyse, dus ik ben benieuwd. En ja, ik maak me zorgen. Dus ja, mijn botdichtheid is dermate slecht. En daarom breek ik dus ook snel dingen. Maar goed, dat zullen we dus op de botanalyse, de botscan, dadelijk nog duidelijkheid, meer duidelijkheid van krijgen. Ja, daar maak ik me toch wel een beetje zorgen over en zo. Ja, het gaat verder wel goed. Ja, blijf bij die poot houden, maar dat komt omdat het natuurlijk niet hecht en ja, broos is. En ja, als je eigen stoot of zelfs als de ijskastdeur tegen mijn lichaam aanslaat, zeg maar, met dichtvallen, dan hoor je tak. Dan denk je, oh nee, het zal knoplullig zijn. Als je gewoon iets breekt in je lichaam door een dichtslaande deur. Ja, ik kan alles, toch? Dus ja, maar goed, we doppen de boontjes. Ik kom er net achter dat ik geen vlees voor mezelf heb, maar ik vind het niet zo erg, want ik heb wel gemerkt, als ik vlees eet, is het nog erger, de crashes. Dus ja, als iemand gek is op vlees, ben ik het wel. Maar goed, wat niet gaat, gaat niet. En, met een beetje aan mezelf denken, dus. Ik ga deze week ook nog even winkelen met de meiden. Even nieuwe kleren kopen weer. Even kijken of ik zelf ook wel een leuk kan scoren. Ik ga toch weer kijken voor een nieuwe broek. Ik kan nog steeds geen geschikte broek vinden. Maar ja, wie weet. Wie weet. Nee, ik ga niet weer een kinderkledingbroek of een broek van de kinderafdeling kopen. Ik vertik het gewoon. Volgens mij heb ik een beetje te veel spersiebonen. Nou ja. Ik kan er altijd nog salade van maken. Dus ik ga het even verder met mijn bonen doppen. En dan. Zo, en ik ga de vlog afsluiten. We zijn net thuis. Even snel gegeten weer. Weer ja. Toen we even niet afgezet bij de ijshockey.
Rostje was er al. Dus ik ga gezellig naar de wedstrijd kijken. En ik kijk hem via de livestream. Ik ga even de vlog editen. Even wat dingen doen. En dan ga ik naar bed. Mits ik het nog volhouden. Ik de meiden mee kan halen. Maar dat denk ik niet. Even kijken. Dus. Maar goed. Morgen staat er weer een nieuwe vlog. En hoop ik weer wat meer te vloggen. Ik hoop me wat beter te voelen. Dus. Dank voor het kijken. Duimpje omhoog als je het leuk vond. Kopje klikken als je wil abonneren. En ik zie jullie gewoon morgen weer. Doei!